uit de omgeving Driel verzamelden zich maandag aan het eind van de ochtend net buiten Arnhem om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van de provincie Gelderland. Na een kleine tussenstop werd de weg vervolgd naar het provinciehuis, waar zij zich voegden bij ongeveer 100 andere boeren uit de provincie. De boeren zijn boos omdat er volgens hen een negatief beeld wordt geschetst van de landbouwsector en hopen dat de plannen van het stikstofbeleid worden ingetrokken.